vriendinnen. Er waren eens drie vriendinnen. Ze heten Emma, Saartje en Lotte. Ze zijn 20, 18 en nog eens 18. Er was een slechterik. Die slechterik... Die slechterik heette Mingen. Hij woonde op een plaats waar alles groen is. De drie vriendinnen gingen naar de bakker. Oh, de slechterik. Maar hier vallen we de slechterik aan. Zij een van de vrienden. We lopen uit de bakker. Mietje loopt achter ons. Nu verstoppen we ons. De groene plaats. Krachtgever. We hebben de slechterik verslagen. Emma, Saartje en Lotte roepen in koor. Hiep, hiep, hiep. Er was een karakter in het bos, maar die kreeg niet te groot om dat te brengen. Dus dan kwam de kamer naar die slechter, omdat zijn huisje verbrand was. Dan wilde de karakter naar de verlaten moest zijn. Op deze plaats in de woestijn zien we dan altijd, maar op een dag was het niet zo. We zonden de ontwikkelde, met de wolken in het in de buurt was. De kabouter wolk had zoveel uitgestorven en vroeg en ontbrek. De hekstroep op de daar ook in de hoek en ze wilde aan. De dinosaurus en de schimmelkaas. Hallo! Hallo! Kom, dan gaan wij op reis. Kom. Ik ga even weg met... Wat een vieze spank. Help, help. Een dinosaurus. Laat gaan eens. Mama en papa, ik zag een dinosaurus. Mijn vriendinnen, we waren een keer op reis. We zagen opeens een dinosaurus. Mama, papa, heb een paard verteld. Ik wil vanavond bij jou slapen. Einde. Laten kijken op een openwond eiland. Uit de zee kwam een heel groot piratenschip. Op dat piratenschip leefden drie piraten. Ze heetten Jack, John en kapitein Jim. Die drie piraten hadden een gevangene op hun piratenschip. En hij heette Kabouter Slimpy. Kabouter Slimpy moet je nog doen en ik ook. Toen de piraten naar beneden keken, zagen ze plots overal groen slijm op een ongewoon eiland. Vanuit dit slijm kwamen een hele hoop enge zombies. Toen zeiden de drie piraten, kom we hakken hun kop.